wanneer zie ik terug een bal? Ik zal even niet focussen op een bal. Op het veld, dat is voorlopig uitgesloten. Dat is een serieuze naald. Ik zeg maar, mottig voor het begin. Ik ben echt niet goed. Oh! Ai, ai. Fuck, dat einde was hard. Ja, het is voor tv natuurlijk. Dat ik zoveel alarm moet. Ja. Revalidatie, dag 5. Maar het gaat goed. Romelu Lukaku, die was er ook. Comeback season has started. Eden Hazard era incoming. Allee, ongeveer. Ça va? Oh. Is het mogelijk om in 1 jaar tijd profvoetballer te worden? Ik ben Thijs, ondertussen alweer een beetje uit vorm door een blessure en nooit hoger geraakt dan 4e provinciale. Maar nu, op mijn 28e, wil ik het toch nog een allerlaatste keer proberen. Hallo, dag Thijs. Dag lieve. Hoe gaat het? Ik zou willen zeggen goed, maar eerlijk gezegd niet goed, nee. Follow me. Vertel ik je verhaal? Ja, 5 weken geleden voor de eerste keer echt zeer gehad. Ja. Aan beide knieën direct. Met advies van hier load management gedaan, versterkende oefeningen. En dat ging altijd 2-3 dagen beter. En dan een training en dan terug reactie. En de reactie ging meestal vrij snel weg. Nu was het 5 dagen geleden. S'avonds echt heel veel reactie. En je had al eens gezegd dat al een echo laten nemen. En dan was het heel snel duidelijk. Heb je pijn na de inspanning? Ik had vooral heel veel pijn als ik trapte bij het been dat bleef staan. Ja, dat is typisch een ander verhaal. Ja. We beslissen eigenlijk om daar eigenlijk een PRP-behandeling in te geven. En dan achteraf gaan we een paar dagen rusten. En dan gaan we die lood terug opdrijven. Mm-hmm. Okay. Was dit onvermijdelijk dat ik eens tegen een lamp ging lopen van overbelasting of zoiets? U trekt dat je vandaag dood is van een van nul. Het was echt nul, ja. Ja. Naar topsport. Ja. En je hebt dan eigenlijk wel een tijdspanne van een jaar. Okay, ja, zo is het eigenlijk. Ja, we zitten nu in de 11. Ja, dat is inderdaad very short. Hè. Als je lichaam heeft de kans niet gehad om zich aan te passen aan eigenlijk alle vormen van beweging die je niet gewoon geweest bent. Ja. Maar bon, misschien is het ook een welgekom moment om even te rusten. En aan de andere kant gaan we toch moeten gaan loaden om die pezen te genezen. Hoeveel dagen per week hiermee bezig zijn? Normaal moeten we daarmee bezig zijn ongeveer, ja, toch bijna 5 op 7. Ja. Okay. Wanneer zie ik terug een bal? Ik zal me even niet focussen op een bal. Alleen op het veld, dat is voorlopig uitgesloten. Ja. Hè? Dat gaat een paar weken zijn toch wel. Hè? Ja, we moeten eerlijk in zijn. Is het allemaal duidelijk? Het is veel informatie, maar ik denk het wel. Een nacht niet kunnen slapen van het idee van die spuit. Die eerste spuit gaat niet het ergste zijn, want je weet niet wat er komt. Het gaat die tweede zijn, omdat je exact weet wat er gaat gebeuren. Nu wel 2 verschillende kousen aan. Mijn hoofd zat ergens anders deze ochtend. Oh, dat is nog geen naald, oké. Nee, dat is nog geen naald. Dus deze is je patellapees, dat is je knieschijf. Ja. Die zwarte zone die mag er eigenlijk niet zijn. Dus dat gaat eigenlijk niet over een echte ontsteking stricto sensu. Dat gaat eigenlijk meer over schade aan je pees door een chronische overload eigenlijk. Ja. We behandelen dat heel vaak met PRP. Gaan we je bloed afnemen, zetten we dat in de centrifuge. Plasma met de genezende factoren halen we eruit. En gaan we rechtstreeks in die slechte zone spuiten. Het is wel zo dat dat vrij pijnlijk is. Je gaat een gigantische spanning voelen. Dat duurt een paar dagen en je hebt ook niet direct beterschap. Ja. Daarvoor heb je een aantal weken nodig. Goed. Dan gaan wij eerst wat bloed nemen. Ah, oh, great. Klein prikje. Ik ben daar echt geen held in. Ik ben er direct mottig van. Dat belooft al voor Sebus. I know. Je bent inderdaad al goed aan het zweten. Zeker dat je dat wilt uitzenden. Mag jij wat cola drinken? Hij mag wat cola drinken. Mijn eerste cola in 7 maanden. Dus dat bovenste laagje, dat hebben we nodig. Het onderste laagje hebben we niet nodig. Dat is een serieuze naald. Ik ben wel mottig voor het begint. Ik ben echt niet goed. Ik kan je wat platter leggen. Dus je moet niet verschieten als je echt niet goed wordt. Dat is geen drama. Goed. Dan gaan we eraan beginnen. Hè. Een prikje. Ja, we zitten nu bijna aan de andere kant van de pees. Fuck. En nu gaat het die zwelling voelen
toenemen. Ah. Bijna gedaan. Ah, ah, ah. Ah. Een beetje in het bovenste deel. Ah. Ah. Fuck. Je hebt het overleefd, jong. Holy shit. Wat? Nee. Alleen nog één knie te gaan. Ja, jee. Oh, man. Maar ik had dit niet verwacht. Ik had ook verwacht dat dit met u een aangename kennismaking zou zijn. Alle respect, maar absoluut niet het geval vandaag. Nee, ja. Ik denk dat dit de heftigste pijn is die ik in mijn leven heb gevoeld. Speel dan maar op je linker en dan mooi op je rechter. Dus voor je knie heb ik geen schrik. Je moet juist zien dat je niet te draaierig bent. Ja. Zijn nog draaierig? Ja, een beetje. Dan kun je beter al terug gaan zitten nog. Dank je wel, hè. Beste. Fijne dag nog, hè. Ja, dank je. Dat toch een van de twee nog een fijne dag heeft van ons. Stel je voor dat je in die wachtkamer zat nu. Ja, stel je maar eens voor dat je dezelfde behandeling nu hebt. Ik was naar huis gegaan, denk ik. Als je mij in het begin van het seizoen de helft van deze pijn had laten voelen... Ik was er niet aan begonnen, denk ik. Het is dag 3 na de inspuiting. De pijn die is grotendeels gaan liggen. Maar ik moet wel zeggen dat ik me echt levensloos voel. Het gebrek aan die endorfine en die andere hormonen die vrijkomen door te sporten, die mis ik enorm. Ik mag eigenlijk ook niks doen. Ik moet rusten van de kiné. En ik vind dat wel heel moeilijk. Ik raak mijn bed bijna niet uit. Ik heb niet de energie om iets te doen, aan iets te beginnen, ook al zijn het kleine dingen. Ja, het komt wel hard aan, om eerlijk te zijn. Schreeuwen de andere mensen hier ook zo? Meestal niet. Ah ja. En ja, het is voor tv natuurlijk, hè, dat ik ze wel lawaai moet. Ja, anders zou je geen keihard. Oh! Ai, ai. Fuck! Ah! Eén klaar. Ah, fuck, dat einde was hard. Oh my god, ik knie doe echt zeer, man. Oef. Moet terug gaan liggen, denk ik. Ja? Dat beeld is ongeveer hetzelfde als vorige week. Zo. Letterlijk. Ik ben net terug van de psycholoog, Rudy Heijlen, om mijn blessures te bespreken. En die heeft mij gezegd dat er 3 dingen belangrijk zijn om te gaan met een blessure. De eerste is ask. Alles wat je denkt te moeten vragen of wat je denkt nodig te hebben, moet je dus durven vragen. Het tweede is believe. Je moet geloven dat je er sterker uitkomt. En het derde is accept. Je moet accepteren, 1, dat je geblesseerd bent en dat je revalidatie moet doorgaan. En je moet ook gewoon accepteren dat dit erbij hoort. Dat dit deel uitmaakt van het project, van het traject, om het zo te zeggen. Dus dat gaan we doen. En dan is het nu tijd voor een actieve revalidatie. Ah, nee. Als je de buik komt, hè. 7. Revalidatie dag 5. Maar het gaat goed. Ik ben strong in de quads aan het worden en dat gaat alleen maar verbeteren. En nu ook nog die conditie terug op peil en dan gaan we beter kunnen voetballen dan ooit. Ik kom
Ed van bij Move to Cure en Yannick Carrasco was daar ook. En Lieve Maaschalk heeft mij aan hem voorgesteld. Want blijkbaar heeft Carrasco een aantal jaar geleden dezelfde behandeling als mij gehad. En hij heeft daar blijkbaar ook heel veel pijn aan gehad. Hij heeft niet het hele ziekenhuis bij elkaar geschreven, maar bon, het heeft hem toch heel veel pijn gedaan. Dus dat betekent dat ik toch niet zo'n watje ben als dat je zou denken. Romelu Lukaku die was er ook. Die heb ik niet gesproken, heb ik gewoon even dag tegen gezegd. Maar dat betekent dus toch dat ik aan het revalideren ben bij de best of the best. En dat is wel heel belangrijk bij deze blessure. Diep. De snelheid van zijn vader, hè, dat is duidelijk. Van zijn vader. Ai, wie zin ik? Diep. Oeh. Goed zo. Welkom op Sint-Anneke. Alles is zeer ook al. Van de blessure of? Nee. Alles gewoon. Alles gewoon. Een drankje voor Thijs. Is het nodig? Ja, mijn lijf is dood. Jezus. Ik zit echt terug precies in maand 1 dat ik echt zwarte vlekken begon te zien van vermoeidheid. Adam zal ik repareren, maar de spieren merk ik ook dat allemaal in het rood zijn gegaan ervan. 4-5 weken lang gerevalideerd, alle spieren rond de knieën versterkt. En dan gradueel beginnen opbouwen. En nu zijn we dus in principe klaar. Normaal gezien, hout vasthouden. Ik zie het. Nee, hier, daar is wat hout. Om de eerste stap weer op het veld te zetten en een bal te raken. En dat komt geen moment te vroeg, om eerlijk te zijn, want ik was zo depressief als het maar kon zijn de laatste weken. Maar eerst horen wat de kiné te zeggen heeft. Kan je je quadriceps opspannen? Loslaten? Had je daar last? Nee. Nee, oké. Okay. Kan je de been strekken? Nee, want ik ben niet lenig genoeg. Hamstrings? Ja. Last hier? Nee. Nee, oké. Okay. Van 0 tot 10, hoeveel last heb je? Wat is 10? 10 is echt heel veel pijn dat je kan niet. 10 is 5 weken geleden. Fuck! Fuck, dat einde was hard. 3? 3, oké. We gaan naar, naar buiten. Ja. We gaan beginnen eerst opwarmen. Dan geleidelijk aan opbouwen. Dus eerst zonder bal en dan met bal. Ja. Als je last hebt of zo, je moet me laten weten. 3, 4 max. 5 op 10 is helemaal oké. Okay. Voor de rest zullen we zien straks. Hè. Ja, de comeback is aan. Uit mijn weg. Zo, moe. Heel rustig nu, hè. We zijn gewoon aan het opbouwen. Hè. Rood, blauw, rood, hop, en go. Gaat het met de conditie? Ja, ja. Dat is zo te snel dat je dat kwijt geraakt, hè? Ja, hop, controle, ja. Hop. Dat is echt terug van nul beginnen. Even wachten. Dus dit is uw eerste training on field en nu moeten we even oppassen en dan geleidelijk aan die opbouwen. Nou, wat kijk je het meeste uit, Thijs? Nou, op de goaltrappen. Ja? Fuck, jongen. Maar dat is in principe hetgeen dat ik altijd heb kunnen, normaal gezien. En daar moet ik geen conditie voor hebben, hè. Ja, kom, aannemen. Oh, lekker. Ah, dat is goed. Hup, aannemen, hup. Ah, nee. Is de wind. Moet er nog wat in komen. Doe man, hup. Oh. Ja, aannemen, controle. Oh my. Okay. Trap getrapt. Aannemen, hup. Oh my. Hup. Hup. Oké. Okay.
wordt erin getrapt, hè? Ik ga echt. Oh nee. Wauw. Nu moeten we echt niet overdreven. Kijk, ik word hier weer belemmerd in mijn vooruitgang. Ik kan nog minstens een half uur. Oei. Ik kan hier nog een half uur, laat maar. Comeback season has started. Eden Hazard era incoming. Allee, ongeveer. King Slice. Omdat je zo flink gewerkt hebt, hebben we iets voorzien voor u. Dank u wel. Een lekkere pizza. Een King Slice. King Slice. It's the best. En vertel een keer, wat zijn nu de plannen voor de komende weken? De realiteit is dat de blessure meer tijd heeft afgenomen dan dat ik gedacht had. Dus we gaan in totaal op bijna 8 weken zitten dat we kwijt zijn daardoor. We gebruiken eind mei tot midden juni om mijn high-intensity conditie volledig omhoog te krikken als eigenlijk alle profvoetballers vrij hebben. En de bedoeling is om eind juni ergens een vriendschappelijke wedstrijd mee te spelen. Om dan mooi af te sluiten. En dan is dat mijn makelaar. Ik geloof er nog in, ik geloof er meer in. En ik heb er vooral veel meer zin nog in. Ik denk echt, op een of andere manier gaat het ons lukken. Door die blessure heb ik enorm veel honger gekregen. Pun intended. Okay. Met de pizza. Oh. King Slice.